1 op 1, de lijsttrekkers, met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Live vanuit Nieuwspoort op NPO Radio 1, via NPO Politiek en via NPO Start. Nog 13 dagen tot de verkiezingen. En dus praat ik hier elke ochtend met een lijsttrekker over zijn of haar programma, de haalbaarheid van de ideeën en de consistentie van die ideeën. Vandaag de vrouw die al 13 jaar in de Kamer zit, maar nog een tijdje door wil. Het zijn haar eerste verkiezingen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Alles, maar dan ook werkelijk alles, moet anders. Weg met de economische groei. We moeten op een hele andere manier naar de wereld gaan kijken. Ons voedsel alleen maar voor onszelf produceren. We moeten meer dan de helft van ons energieverbruik gaan terugdringen. Kortom, in wat voor een wereld leven we dan nog? Esther Ouwehand, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het dat u eigenlijk dol bent op Mark Rutte stiekem? Ik mag hem graag en we kunnen wel grapjes maken met elkaar, ja. Ja, maar ja. Klopt dat ook omdat hij de motor was achter het verbieden van circusdieren? Dat pleit wel voor hem. Ik zou hem bijna een lintje geven. Maar hij doet ook heel veel dingen waar ik tegen ben. Dus ja, dat gaat niet één op één op. Nee, maar dat eerste wat ik zei klopt wel, hè? Ja, Mark Rutte zit achter het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. En dat is een hoopgevend teken dat ze bij de VVD misschien ook meer kunnen denken in termen van dierenrechten. Ja, die dierenrechten gaan we het over hebben, maar vooral over het klimaat. Want als ik uw verkiezingsprogramma lees, gaat het vooral daarover. Bent u nu eigenlijk gewoon een klimaatpartij geworden? Dat waren we altijd al. Ja, maar misschien valt het nu iets meer op. En dat is goed ook, omdat de verkiezingen moeten gaan over het klimaat. Dat vonden we de vorige verkiezingen al. Toen was het heel moeilijk om het onderwerp ertussen te krijgen. Ja. En nu is dat gelukkig een beetje veranderd. En uit alle analyses blijkt dat wij het beste klimaatprogramma van alle partijen hebben. Omdat wij de enige zijn die echt de wetenschap volgen. Ja. Vindt u het ook een realistisch programma? Ik vind het zeer realistisch, omdat als we wachten en de boel voor ons uitschuiven en maar een beetje pappen en nat houden, ja, dan worden de problemen alleen maar groter. Het wordt moeilijker, het wordt veel duurder. Dus het is veel verstandig om nu de systeemverandering in te zetten die wij voorstaan. Ja. Omdat je daarmee heel veel ellende op lange termijn bespaart. Dus een realistisch programma? Ja, vind ik wel. En uitvoerbaar? Ja. Heel uitvoerbaar, ja. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Dank u wel. Ik zei al, alles moet anders, weg met de economische groei. Meer dan de helft van ons energieverbruik moet eraf. Kunt u eens in een paar zinnen zeggen hoe ons leven er dan uitziet en in wat voor een samenleving we dan leven? Ja hoor, de samenleving die waar we heen moeten zal gebaseerd zijn op een economie die past binnen de draagkracht van de aarde, waarmee we dus heel veel problemen niet veroorzaken. Ja. Geen droogte, geen overstroming, geen vluchtelingencrisis. Nee, maar even praktisch naar het dagelijks leven. En in het dagelijks leven woont u, ik weet niet in welk huis u woont, maar ik kan me voorstellen. Gewoon in een rijtjeshuis. In een rijtjeshuis, ik ook. Dat huis is dan beter geïsoleerd. We zijn niet meer afhankelijk van aardgas. We besparen op onze energie, onze boodschappen zijn duurzaam en gezond en van dichtbij. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, nou laten we eens een paar van die dingen bij de kop pakken en kijken of het ook kan. Ja. U wilt dat we voor meer dan de helft minder energie gaan gebruiken. Ja. Hoe vaak e-mailt u op een dag? Meer dan ik leuk vind. Dus ik heb al overwogen om de tip op te volgen om tegen mensen te zeggen, stuur mij wat minder mails, dat is beter voor het klimaat. Maar hoeveel zijn het er? Zijn het er 10? Zijn het er 100? Het zijn er wel 100, ja. Ja. 1 e-mail van 1 megabyte kost net zoveel energie als een gloeilamp van 60 watt die 25 minuten brandt. Zo is het. Dus ik zou er heel graag vanaf willen, ook omdat het rustiger is voor mezelf, maar dat we misschien ietsje minder overbodige mails gaan sturen is ook goed voor het klimaat. Ja, 1 jaar lang 20 e-mails per dag is net zoveel energie, kost net zoveel energie als 100 kilometer met de auto. Ja. Of 1000 kilometer met de auto. Nou, aan mij ligt het niet. Ik wil heel graag minder e-mails versturen. Maar als we dan kijken naar het dagelijks leven. We zijn afhankelijk van internet. We hebben computers, we hebben mobiele telefoons, smartphones. We zitten de hele dag met apparaten die aan een stekker vastzitten. Hoe wilt u in hemelsnaam dat we dat tot meer dan de helft terugbrengen? Nou, het totale energieverbruik in Nederland kun je op verschillende manieren terugdringen. Dit is inderdaad één van de onderdelen. Ja. Maar heel belangrijk is natuurlijk de energie die we gebruiken voor warmte bijvoorbeeld. Dus je kunt fors investeren in het verduurzamen van woningen. We kunnen stoppen met kunstmest. De kunstmestfabriek die in Nederland staat is in zijn eentje al verantwoordelijk voor 5% van het totale aardgasverbruik. Maar ik heb het over het energieverbruik. En dit hoort
hoort ook bij die plannen. En ik zie al veel jonge mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk niet meer de hele tijd op mijn smartphone zitten. Dus natuurlijk zullen we daar met elkaar, en dat is ook rustiger voor ons, stappen in moeten zetten. Het bewustzijn groeit en dat we minder overbodige mails aan elkaar gaan sturen. Ik denk dat iedereen daar heel erg opgelucht van is. Ja, maar goed, we hebben kantoorruimtes waar mensen werken. We hebben natuurlijk de industrie verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik zo'n beetje in dit land, grosso modo. Blijkt uit cijfers van het CBS. Daar is trouwens, daar zijn ze zuiniger aan gaan doen. Hè. Ze gebruiken iets minder energie. Maar toch, als u meer dan 50% wil terugdringen, dan hou je toch geen enkele vorm van industrie meer over? Nee hoor, u hoeft zich geen zorgen te maken. Deze plannen zijn allemaal gebaseerd op ook het plan van Urgenda. U weet wel, die organisatie die ook bij de rechter de klimaatzaak heeft gewonnen. We moeten meer doen om de klimaatcrisis te stoppen. Die plannen zijn allemaal doordacht, uitgerekend, gereviewd. En het is mogelijk, dat is het goede nieuws. Ja, maar hoe dan? Want als je industrie overeind wil houden, industrie gebruikt over het algemeen energie. Energie wordt inderdaad door een aantal grootverbruikers gebruikt. En dat kun je veranderen door een prikkel in te voeren, zodat ze energiezuiniger gaan worden. Hè? Zullen energie nodig hebben om te produceren. Maar op dit moment is energie voor die grootverbruikers heel goedkoop, waardoor ze ook geen incentive hebben, zoals dat dan met lelijk Nederlands heet, om te investeren in energiebesparende technieken. Nou, maar dat doen ze wel. Maar dat valt nog tegen, omdat het dus... Het energieverbruik loopt iets terug. Het loopt iets terug, maar dat kan nog veel forser. En juist daar kun je nieuwe werkgelegenheid creëren. Ja. Door in de innovatie voor energiebesparende technieken. Ja. En we weten uit de geschiedenis dat een prijsprikkel wel helpt. Ja. Dus verplichtende doelstellingen en ook zorgen dat je grootverbruikers van energie veel zwaarder belast dan mensen die maar weinig gebruiken. Ja. Dat stuurt in de richting van energiebesparing. Ja. En dan heb ik alle vertrouwen in de innovatieve kracht van Nederlandse ondernemers om die energiebesparende technieken ook te ontwikkelen. Maar dat zijn vaak grote bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. En als je wel eens praat met die mensen, dan zeggen ze, ja, al die aandeelhouders zien ook wel de nut en de noodzaak om iets te gaan doen. Maar als het zo rigoureus is, dan gaan we gewoon net over de grens zitten in België. Ja, daar zullen ze niks mee opschieten, want België heeft net als Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dan gaan ze naar de Verenigde Staten. We werken samen in de Europese Unie en je kunt aan de buitengrenzen van de Europese Unie gewoon netjes een heffing invoeren door te zeggen, hey, onze industrie heeft geïnvesteerd in energiebesparende technieken. Dat heeft ze misschien iets meer gekost. Ja. En dan gaan we niet oneerlijke concurrentie van bedrijven uit de Verenigde Staten die niet aan die regels hoeven te voldoen. Ja. Dus daar voer je een heffing in en dan heb je je concurrentie afgeschermd. Maar de vraag is wel, u wilt fors het mes zetten in de landbouwsector, alleen maar produceren voor de eigen markt. Hè, zoveel dus mogelijk, ons, hè, ja. Dus voor voedsel voor eigen volk eerst, zeg maar. Regionalisering van je landbouw is een heel goed idee. Ja, dat nou, klopt. Maar waar gaan we dan als je die industrie in feite ook aan banden legt? Want dat doe je als ze geen energie meer mogen gebruiken. Waar gaan we dan in hemelsnaam ons geld mee verdienen? Nou, we zullen toe moeten naar een economie die houdbaar is in de toekomst. En ons economisch systeem is op dit moment gebaseerd op roofbouw. Daarvan kun je niet volhouden dat we daarmee de toekomst in kunnen. Maar dat is de analyse, nu de oplossing. Waar gaan we dan ons geld mee verdienen? Dus we zullen moeten omschakelen naar een economie waarbij we alle schadelijke activiteiten gaan afbouwen. Dus de vervuiling, het gebruiken van grondstoffen die zich niet meer herstellen in de natuur. Maar wat blijft er overeind? En dan investeren we in de economie die geen schade toebrengt. Dus als je ziet wat we nu al verdienen in de diensten ten opzichte van de landbouw, dan is dat een vorm van... Wij moeten een dienstensector worden. Nou, daar liggen perspectieven. Dat is, dienstensector, Nederland nu al groot in. De dienstensector maakt gebruik van data over het algemeen. Zeker. U wil al die grote datacenters ook aan banden leggen, want die gebruiken te veel stroom. We hebben ook plannen om te voorkomen dat Nederland volstaat met grote dozen met energieslurpende datacenters. Maar we hebben zojuist al even de energiebesparende maatregelen die we daarvoor hebben besproken. Ja. Maar het is wel belangrijk om te weten dat landbouw, dat systeem wordt al 20 jaar onhoudbaar genoemd. Ook door CDA-prominente Herman Wijfels. En de intensieve... Dat is het landbouwsysteem. Maar mijn vraag is, waar gaan we dan ons geld mee verdienen? Nou, ik wil ook heel graag benadrukken dat we heel veel geld en heel veel kosten gaan besparen als we die vervuilende de delen van onze economie weten af te bouwen. Maar je moet toch eerst geld verdienen om het weer uit te gaan geven? Het zal zeker zo zijn dat we nu investeringen nodig hebben om op de langere termijn onze economie gezonder te houden. Ja. En dan besparen we bijvoorbeeld alleen al 6,4 miljard aan maatschappelijke kosten per jaar van onze intensieve veehouderij. Maar dan zijn we nog niet op het bruto nationaal product van ruim 800 miljard. Nee, maar we zullen moeten investeren om te zorgen dat we nog veel grotere kosten en ontwrichting van de economie ook weten te voorkomen. The Guardian heeft al uitgerekend dat als we
sturen op 2 graden opwarming van het klimaat in plaats van 1,5, wat de Partij voor de Dieren doet. Ja. Dat wereldwijd een verschil maakt van 25.000 miljard euro. Ja. En ook het verlies aan biodiversiteit. Hè, ja. Je ziet dat die problemen zorgen voor ontwrichting van de economie. Ja. Hebben we de pandemieën nog niet eens genoemd? Daar kom ik zo op. Want dat is ook een belangrijk onderdeel. Fijn. Zeker in deze coronatijden, zal ik maar zeggen. Maar dan toch even naar die landbouw. Want u wilt inderdaad dat wij niet meer de tweede voedselexporteur van de wereld zijn. Nee, want het is een beetje gek toch, als klein landje, dat je dan de tweede exporteur... Ja, dus gaan we produceren voor onze eigen markt. Bij voorkeur met biologische boeren. Zeker. Die hebben meer grond nodig. Maar als je 3/4 van de boerenbedrijven schrapt, zal ik maar zeggen, dan heb je daar ook meer ruimte voor. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Want u wilt ook dat die grond niet voortdurend met dezelfde gewassen wordt beplant. Zo is het, ja. Dat betekent 1 keer in de 6 jaar aardappels op die grond. Staat in het verkiezingsprogramma. Ja, maar ook vooral af van de monoculturen. Dus die hele grote velden met maar 1 soort gewas. Ja. Overbemest, gifgebruik. Dat is op korte termijn. Ja, dan verdien je daar inderdaad wat geld aan. Dus dat lijkt interessant. Maar op lange termijn. U weet dat Nederlanders nogal houden van aardappels. Ik zeg, blijf vooral aardappels eten, want dat is ook heel goed voor het klimaat. Maar die aardappels moet je wel kunnen telen dan. Milieuvriendelijk product. Maar we produceren veel meer aardappels dan we kunnen opeten, meneer Kokkelman. Dus we gaan lekker produceren voor onze eigen regio. Mm. En dat doen we dan op zo'n manier dat we samenwerken met de natuur. Dat we niet op de korte termijn centjes verdienen door die aardappels te exporteren. Mm. Maar op de lange termijn ons bodemleven kapot maken. Met allerlei milieuproblemen zitten die dus op lange termijn meer kosten. Dus het is verstandiger... Ja. Om dat in samenwerking met de natuur te doen, zodat we heel veel problemen en ook heel veel kosten op de lange termijn allemaal op een natuurlijke manier en zonder pesticiden, dus met natuurlijke bescherming voor die gewassen, zal ik maar zeggen. Ja, maar goed, dan heb je nog wel geregeld dat er een ziekte opduikt bij die gewassen, als we het dan tot de planten beperken. Nou, en dan mislukt er een oogst. En als je dan alleen voor je eigen markt aan het produceren bent, wat gaan we dan eten? Nou, we gaan zoveel mogelijk regionaliseren. En juist die plagen die opduiken, die ontstaan in dit... In deze fabriekslandbouw, waarbij je maar 1 gewas hebt. Waarbij die gewassen ook nog kwetsbaarder worden vanwege al het gifgebruik. Ja. En juist het boerenvakmanschap, waarbij boeren hun gewassen roteren, niet werken in monoculturen. Dan zie je dat de ziektedruk en de plaagdruk veel lager maar een is. Een oogst kan mislukken, ook door de weersomstandigheden. Zeker, dus wij zullen het zeker niet zo ver doorvoeren dat we niks meer te eten hebben, meneer Kokkelman. Mm. Daar hoeft u geen zorgen over te maken. Mm. Goed, u wilt ook dat de biodiversiteit weer wordt hersteld in het land. Dus dat ook dieren die hier van oudsher voorkwamen weer een ruim toegang krijgen tot het land, zal ik maar zeggen. Neem bijvoorbeeld de wolf. Ja. Nou heb je een biologische boer met een kleine kudde. En dan heb je opeens een roedel wolven. En misschien wel meer dan 1. En die wolven, die eten die halve kudde op. En dan? In een gezond ecosysteem zijn inderdaad de soorten die van nature hier voorkomen gewoon weer welkom. Dus je moet zorgen dat je, om allerlei redenen hoor, dat we meer natuur maken in Nederland. Dus die krimp van het aantal dieren in de veehouderij, waar de Partij voor de Dieren voor is, zorgt ervoor dat er minstens 10% landbouwgrond vrijkomt. Dat kan je teruggeven aan de natuur. En dan zul je ook zien dat de ecosystemen meer in balans raken. En boeren kunnen hun dieren beschermen met goede maatregelen. En wat nou als er te veel wolven zijn? Ik denk dat in een gezond ecosysteem spreek je nooit over er zijn te veel van dit of te veel van dat. Die balans herstelt zich. Nou ja, dat is de vraag. Daar wil ik met u naartoe. En dan komen we ook op de coronapandemie, zal ik maar zeggen. Ja, daar wil ik het heel graag over hebben. Ja, want u waarschuwt voortdurend dat de bio-industrie een risico is. En met u trouwens ook veel virologen. Ja. Zeker die ook gespecialiseerd zijn in zoonose, zoals dat heet. Ja. Dus virussen bij dieren die overspringen op de mens. Maar als ik dan kijk naar het coronavirus, dat is ontstaan in een vleermuis in China. Dat was geen bio-industrie. Nee, dat klopt. En de Partij voor de Dieren zegt dus ook, let op, corona is het gevolg van de manier waarop de mens zich tot dieren verhoudt. Dit kan er gebeuren als er een zoonose uitbreekt. In dit geval heeft het geleid tot een pandemie. En virologen waarschuwen ervoor dat we bijvoorbeeld in Nederland bovenop het volgende risico zitten met onze intensieve veehouderij. En in Nederland. Maar dat heeft op zichzelf niks te maken met deze pandemie. Want Die is ontstaan in een vleermuis. En vermoedelijk of een schubbendier of een ander dier overgesprongen op de mens. Ja,
Maar dat suggereer ik ook niet. Dus corona is een infectieziekte die is overgesprongen van dier op mens. En virologen waarschuwen dat dat steeds vaker zal gebeuren. Ja. Als we op deze manier om blijven gaan met de natuur. Er zijn twee grote risicofactoren. Dat zijn de intensieve veehouderij en de verwoesting van natuur. De handel in wilde dieren speelt daar ook een rol in. Ja. En in Nederland is het twee keer eerder gebeurd met de Q-koorts en de vogelgriep. En ook de vogelgriep is in Rusland nu weer overgesprongen op mensen. En dat is een risico wat je natuurlijk eigenlijk niet wil nemen. Ja, maar dieren worden ziek, ook als ze in vrijheid leven. Zeker. En wat gebeurt er nou? Neem bijvoorbeeld in de grote steden, waar je in toenemende mate te maken krijgt met een rattenplaag. Die ratten kunnen mensen ziek maken. We hebben de ziekte van Weil natuurlijk. Daar hoef je niet per se aan dood te gaan, maar het is wel heel vervelend. Zeker. Met andere woorden, hoeveel ruimte geef je de rat dan in een samenleving? Nou, ik zou willen adviseren om te luisteren naar virologen die waarschuwen voor het explosieve risico van de intensieve veehouderij. Maar dat heeft toch niks met die rat te maken? Die rat is in de stad. En dan wil ik het ook met u hebben over die ratten. En daar zul je moeten zorgen dat je niet de omstandigheden creëert die voor explosies van een bepaalde diersoort leiden. En ook dat heeft weer te maken met voldoende natuur in en om de stad. Maar virologen wijzen heel naar nadrukkelijk op wat misschien een beetje ongemakkelijk is. Ik schrijf het ook in mijn boek. Een van die virologen zegt, ja, dan gaat het dan over vlees en dan zijn de emoties heel groot. Maar praktisch gezien en rationeel gezien is het eten van groenten gewoon veel verstandiger dan het kweken van kippen. Ja, maar dus ik snap dat risico. Ik weet niet of u wel eens een rat heeft gegeten, ik niet. Maar ik snap dat u het over ratten wil hebben. Ja, omdat ook rattenplagen ziektes kunnen verspreiden. Zeker. En die ratten leven in vrijheid en hebben niks te maken met de bio-industrie. Zeker, en daar moet je maatregelen voor treffen. Maar rattengif mag niet meer. Allerlei andere middelen om die ratten te bestrijden mogen niet meer. Dat helpt ook niet, want daar krijg je resistentie van. En dan groeit de populatie alleen nog maar verder. Ja. Dus wij hebben daar maatregelen voor. En dan zeg ik tegen u, oh, wacht eens even. U beweegt weg bij wat emotioneel misschien het gevoeligst ligt. Namelijk de veehouderij. Terwijl virologen daarvan zeggen, dat is een van de grootste risico's. Dus daar zou ik u willen aanmoedigen om ook daarnaar te kijken. Maar dat doe ik ook. Ik toets alleen, laten we zeggen, het realisme van de plannen. En er is natuurlijk ook een risico bij andere dieren. Soorten, als je ze zeker, maar u kunt er gerust van zijn dat wij alle risico's op alle facetten, dat we die serieus nemen, dat daar ook maatregelen voor in ons programma staan. Ja. En dan kent u mij denk ik goed genoeg dat ik heel graag het meest pijnlijke onderwerp bovenaan zet, waar iedereen het liever niet over heeft. Nou, dat is in ieder geval die klimaatverandering. En dan komen we terug bij het begin van dit gesprek, want u wilt groene energie. We moeten minder energie gaan gebruiken, maar de energie die we dan gebruiken, die moet groen zijn. Ja. Windmolens dus. En geen biomassa dus. Nee. Niet het opstoken maar wel van windmolens en zonne. Collectoren, toch? Ja, we zullen over moeten schakelen op groene energie. Dat betekent wat ons betreft, de allergroenste energie is de energie die je niet gebruikt. En daarom besparen we zoveel. Ja. En wat we dan gebruiken, zul je met wind en zon moeten doen. En daar technieken voor gebruiken die de minste schade toebrengen aan de natuur en de leefomgeving. Ja, zijn die windmolens nou zo ontzettend gezellig gezelschap voor vogels? Nee, maar daar kun je technieken gebruiken en ook goede keuzes maken. Dus je zet ze niet in vogeltrekroutes. Je kunt technieken toepassen. We hadden eindelijk een visarend in Nederland. Ja. En die heeft zich te pletten gevlogen in de wieken van een Duitse windturbine. Ja, en daarom moet je dus technieken gebruiken bij die windmolens. En dat kan gelukkig. Die dat risico zo ongeveer niet heel maken. En maar ook goed kiezen waar zet je ze neer. Ja, nou ja, bijvoorbeeld op zee. Ja. Toch? Daar zijn plannen voor hele grote windmolenparken, ver uit de kust trouwens ook. Ik geloof dat een kwart van de Noordzee zo ongeveer moet veranderen in een windmolenpark. Ja. Maar zelfs de jongens die windmolens bouwen, die zeggen, ja, dat is niet zo goed voor het zeeleven. Want we moeten daar heipalen de grond in jagen. Daar is nog geen andere techniek voor. En we weten gewoon niet zo goed of dat nou wel zo goed is voor die dieren. Er zijn aanwijzingen dat bruinvissen en anders totaal in de war raken, omdat ze die leven op hun gehoor, navigeren op hun gehoor, vinden hun voedsel op hun gehoor. En dan heb je niet alleen het geluid van die windmolen, maar ook het heien om die windmolen daar neer te zetten. Ja, nou, die technieken zijn er wel. Dus ik zou die jongens willen aanraden om daar gebruik van te maken. En die moeten we natuurlijk zoveel mogelijk stimuleren. Maar u schrijft dat alles wat slecht is voor het dierenleven in het verkiezingsprogramma moet je niet doen. In elk geval kunnen we constateren dat nog niet duidelijk is wat het effect is van windmolens op de leefomgeving en het welzijn van die dieren. Het is zeker zo dat daar een moeilijke component aan zit. Gelukkig zijn er veel technieken die de schade kunnen beperken. Maar uiteindelijk, als we niet overschakelen op die groene energie, dan zullen de
oceanen verzuren als gevolg van de klimaatverandering. Ja. Dus het leven in de oceanen wordt nu hoe dan ook zeer bedreigd. Maar wat dan als blijkt dat zo'n windmolen ook slecht is voor het dierenleven in zee? Nou, ik zeg dus, je moet gebruik maken van de technieken. En die zijn er wel, met het heien, met de manier waarop je de vleugels van de windmolen inricht. Ja. Plus maar die dingen maken wel geluid ook. En er zijn ook mensen die daar last van hebben. Dus zeker. Dieren hebben ook oren over het algemeen. Zeker. Dus wat nou als blijkt dat die windmolens gewoon ook slecht zijn voor die dieren? Je zult gebruik moeten maken van de technieken die er zijn om de impact op de natuur zo min mogelijk te laten. En ook, we zijn ook een van de partijen die zeggen, we gaan niet de natuurbeschermingsregels aan de kant schuiven om windmolens te kunnen plaatsen. Dus je moet dat verstandig doen. Mm. Maar dat het noodzakelijk is om af te stappen van fossiele brandstoffen. En nogmaals, de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. En dat kan gewoon. En dan wat je dan toch nog gebruikt, dat zul je moeten oplossen met windmolens en zonnepanelen. U wilt af van de economische groei. U vindt ook dat we met z'n allen dus minder moeten verdienen. U wilt een egalitaire samenleving. Hebt u dat ook gezegd tegen die tech-miljardair die u van 3 ton campagnegeld heeft voorzien? Dat u zijn vermogen gaat afpakken? Die heeft ons programma heel goed gelezen. En daar staat inderdaad in dat mensen die heel veel geld hebben best wat meer mogen bijdragen aan de samenleving. En dat wij niet terugdeinzen voor forse investeringen nu om de klimaatcrisis te stoppen. En toen zei die, dan geef ik ook wat geld voor de campagne. Nou, mooier kun je het toch niet krijgen? Ja, nou ja, 3 ton, maar hij zit in de, hij heeft meer dan 1 miljard, als ik me niet vergis. Ja. Althans, dat las ik vanochtend in Trouw, geloof ik. Hoeveel blijft er van dat miljard over van hem? Dat weet ik niet. Maar hij heeft gewoon, hij heeft gewoon gelezen dat we mensen met heel veel geld vragen om wat bij te dragen. En daar is hij kennelijk enthousiast over. U wilt tegelijkertijd die hele collectieve sector, dus alles en iedereen die in publieke dienst werkt, zal ik maar zeggen, flink uitbreiden. Meer geld voor zorg, meer geld voor onderwijs, voor onderwijzers. Hè. Dus iedereen die in publieke dienst werkt, meer belonen, zal ik maar zeggen. Punt is, dat kost ongelooflijk veel geld. En als ik naar het verkiezingsprogramma lees, ik heb echt van kaft tot kaft gelezen en nog een keer. Ik kom geen cijfers tegen, geen onderbouwing. En nu hebt u het programma ook niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en ook niet door het Plan voor de Leefomgeving. Dus hoe weet ik nou wat kost en wat oplevert? De grote denkfout die in die plannen zit, in die modellen van het CPB, is nou precies waar de Partij voor de Dieren een alternatief voor presenteert. Het CPB gaat ervan uit dat we oneindig economisch kunnen groeien. Nou, je weet gewoon dat dat niet kan. Maar op een planeet, zelf met een onderbouwing. Op een planeet die niet mee zal groeien. Ja. Dus in die modellen zit een aanname die fundamenteel verkeerd is, waardoor alles wat eruit komt ook een soort van schijnzekerheid is. Maar kom dan zelf met een model. En illusiepolitiek met gevaarlijke gevolgen. En wij zeggen, je moet de wetenschap volgen. Oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit, dat is niet mogelijk. Dus de overheid zal scenario's moeten laten ontwikkelen door knappe koppen, hoe we de economie weer binnen de draagkracht van de aarde kunnen maar brengen. Ik moet toch en dat ook, is ons voorstel. Maar ik moet toch ook als lezer van uw verkiezingsprogramma kunnen controleren wat kost en wat oplevert? Zeker, maar u kunt er zeker van zijn dat de modellen die en de berekeningen die uit de modellen van het CPB rollen, dat u daar niks aan heeft. En waar u wel iets aan heeft, is de wetenschap dat dit model, dit economische model, dat niet goed gaat. Nee, het Britse maar dan ministerie wil ik wel graag weten hoe uw economische model en klimaatmodel dan in de praktijk uitpakt. Als u op de Partij voor de Dieren stemt, dan gaan we die scenario's ontwikkelen. Dan kunt u het precies zien. En dan had u niet van tevoren bedacht dat dat misschien bij een verkiezingsprogramma hoort? Nee, ik vind dat we willen zo'n radicale systeemverandering. Het is echt een totale transitie van onze economie. Ja. Dat is een taak van de overheid om die scenario's te ontwikkelen. En in Engeland zie je al dat het Britse ministerie van Financiën economen heeft gevraagd om te kijken hoe houdbaar is onze economie eigenlijk. En daar kwam de waarschuwing uit. Ja. We kapitaliseren op natuurlijke hulpbronnen die zich niet herstellen. Dus dit gaat helemaal fout lopen. Nou, dan zijn wij de partij die zeggen, oké, dit model loopt fout. Ja. Nou zet u dit tegenover. Plan B. Ja. Nog 13 dagen. Ik wens u succes met de rest van de campagne. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. En dames en heren, tot morgen. 1 op 1, de lijsttrekkers. Met Sven Kokkelman.